Zoveel stress in mijn hoofd, dan ga ik weer naar school. Moet wel goede punten halen, want ik heb het ze beloofd. Ga naar rust en ik ben weer depressief. Ouders die zijn kwaad en ik word weer agressief. Deze dagen is er niks meer dan mij boeit. Ik kan ook niet meer slapen en ik voel me zo vermoeid. Maar wat kan ik hier aan doen, want ik heb het weer verknoeid. En ik zit weer aan de drugs, want ik wil gewoon maar rust. Voel ik me alleen en heb ik niemand om mij heen. Slapeloze nachten omdat ik weer zoveel win. Zin in een Joanetta en ik space hem weer te veel. Ik kom weer in problemen omdat niks mij niet meer scheelt. Niks mij niet meer scheelt. Niks mij niet meer scheelt. Niks mij niet meer naar school, elke dag depressed. Elke dag gesmoord en elke dag verpest. Zo is hoe het gaat, maar ik ben niet meer in staat om logisch na te denken en mijn toekomst die vergaat. Ja, ja. Je hebt een nieuwe hobby en je kleedt je marginaal. Je ziet elke dag zo bleek, nee dit is echt niet meer normaal. Zeg nu is de waarheid, ja wat doet je allemaal? Ja ik zit weer aan de drugs en drankgebruik, dat wordt fataal. Het gaat helemaal fataal. Ik zit niet goed meer in mijn vel, heb het niemand nog verteld. Maar ik schrijf het nu wel op, want er is niemand die me belt. Mijn brief is nu geschreven, wil er niemand om zien wenen. Er is niemand die me kende, dus het zal ook niemand schelen. Er was niemand die me kende, dus het zal ook niemand schelen. En ik voel me overkeken. Ik voel me zo alleen. En kijk om mij heen. Het is oh zo leeg. Dag dames en heren, we zijn aan het einde van het project beland. Wij willen jullie heel erg bedanken om te luisteren en te kijken naar onze clip. Wij hebben voor het liedje de naam 1813 gekozen, omdat dit de lijn is van zelfmoord. Maar wij willen ook nog iets heel belangrijk als boodschap meegeven aan jullie. Namelijk dat dit een realistisch beeld is van de gevoelens en de gedachten van vele jongeren onder ons. En ik wil zeker duidelijk maken dat je er niet alleen voor staat en dat praten heel belangrijk is. Want als je ermee blijft zitten en het opkropt, dat is niet goed. Het belangrijkste is praten en je staat er nooit alleen voor. Er zijn mensen waarbij je kunt professionele hulp met bellen naar 1813 of chatten via een bepaalde lijn. Maar weet, praten is het belangrijkste van dit gevoel en van deze gedachtes.